Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eetcafé 9, EP Rikkelman, Stage Event Equipment, Emiel Techniek, Strik Auto's en Kalman Media Producties. Normaal gesproken staat hier Jolene van Rooij of Geert Hoes, maar door omstandigheden zult u het vandaag met mij moeten doen. Mijn naam is Inge van de Bigelaar, ik heb er heel veel zin in, ik hoop dat het een mooie uitzending gaat worden. Het is vandaag donderdag 19 september. Welkom bij Dommeland Live. Komend weekend houdt brandweer Boksel een open dag. De Brede School Boksel en Cultuurbox zorgen voor een uniek project voor de basisscholen. We hebben in de studio muzikale omlijsting van Stef van de Heuvel en het Dommeltheater. Ik heb op de bank hier Paul van Alphen, de voorzitter van het Dommeltheater, en Emiel Kalman en Nadia van Diest van het Roys Theater. Nou, volgens mij wordt het zondag hartstikke mooi weer. Kunnen we dan in de zwembroek op het Panton? Ja, natuurlijk. We gaan volop genieten in ieder geval. We hebben 15 prachtige creaties, waarvan één van Roys Theater. Ik vertel hen zo meteen nog meer. Dus alles is klaar. Tenminste, de pontons liggen in het water. De mensen gaan zaterdag alles opbouwen. En dan moet het zondagmorgen allemaal gereed liggen. Oké. En wat is jullie rol daarin, Emiel? Nou, wij zijn een van de drijvende creaties aanstaande zondag. Want wij zeggen altijd, Nadie? Drijvend is het mooie Roy het beste. Drijvend? Ja, ja, het Roys Theater is drijvend het beste. Oh. Ja. Ja. Oké, laten we heel eventjes naar een filmpje gaan kijken van 2 jaar geleden van het Dommeltheater. En dan kunnen de mensen even meekijken hoe dat het er een beetje uit komt te zien. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom op de oevers van de Dommel. Het thema van dit jaar is bloed, zweet en tranen. Dag vrienden, de koek is op of heeft het helemaal niks met André Hazes te maken? Nee, het heeft er eigenlijk niks mee te maken. We hebben daar lang over nagedacht met een aantal mensen, de creatieve mensen voornamelijk natuurlijk. En wij dachten, het moet een naam zijn die mensen nieuwsgierig maakt. En god, wat zouden ze toch in godsnaam met bloed, zweet en tranen gaan doen? Het heeft een heel klein linkje naar 75 jaar Market Garden, waarin Churchill zei, blood, sweat and tears and toils. Hij had er nog eentje meer bij zich. En wij hebben voor bloed, zweet en tranen gekozen. De Dommel die heeft eigenlijk zoveel veroorzaakt bij mensen in allerlei dorpen. Van overstromingen, verdrinkingen, het water voor de boer, voor de bierbrouwerij, voor de wasserij enzovoorts. Dus er is ongelooflijk veel, met oorlogen ook bloed heeft er gevloeid natuurlijk. Iedereen heeft heel hard gewerkt rondom die Dommel, met het Dommelwater, het zweet. Ja, en tranen zijn er ook gevloeid, ongetwijfeld. Er zijn liefdes geweest waarschijnlijk, maar ook hele tragische ongelukken, die dus ook het tranen gebeuren. Dus bloed, zweet en tranen is past 100% dit jaar. Er zijn heel veel leukere creaties. Mag ik er iets over vertellen? Ja, natuurlijk. Nou, voor ons staat hier een maquette van de Spelendier. Het thema heet hier Verbinding. Het is een prachtige brug. Hij is inmiddels zo ook echt gerealiseerd. Hij is helemaal van bamboe gemaakt door docenten, maar ook door ouders. Het gevaart is 12 meter lang, genaamd met kinderen erop enzovoorts. Dus dit is, en zo hebben eigenlijk velen gewerkt aan de hand van de maquette,
aan de hand van, met behulp van kunstenaars, kunstcommissie, om uiteindelijk tot een mooie creatie te komen. En dat is hun in ieder geval gelukt, maar ook de andere 14 zijn echt de moeite waard om aanstaande zondag te komen kijken. Nou, we starten om 2:00, dus prachtig weer. Mooi kan het eigenlijk bijna. Nee, reuze benieuwd. Ik lees op een gegeven moment dat jullie een samenwerking hebben met provincie Noord-Brabant. Wat is jullie relatie? Nou, je ziet het er niet zo aan af, maar daar zijn behoorlijk wat financiën mee gemoeid. Goed, we hebben natuurlijk ons grote voorbeeld de Bosparade. Dat Wie? Is natuurlijk Bosparade, dat is eigenlijk een kunstzinnige vaartuig in een bos. Dat heeft ongeveer 4 ton aan budget. Wij natuurlijk vele malen minder. Maar via de impulsgelden van de provincie hebben wij een behoorlijke ondersteuning gekregen voor 3 edities. Daarnaast is natuurlijk gemeente Bokstel een belangrijke partner, ook in het financieel stuk, maar ook in de organisatie zelf. Ze staan eigenlijk overal voor ons klaar. En daarnaast dragen ook de gemeentes, dus ook vanuit het Roodse Theater, de gemeente Meijerijstad, Eindhoven, Peer, Simmerie-Schersel en Den Bosch, want dat zijn de deelnemende gemeentes voor dit jaar, bij aan het geheel. Okay, en zo komen we aan het totaal. Ja, want jullie willen met het Dommeltheater ook deelnemers inderdaad uit de regio betrekken. Dat is een belangrijke eis uit de impuls. Oh, dat wel. Gelden. Al was het alleen Bokstel geweest, was er geen impulsgeld geweest. Oh. Maar omdat we natuurlijk de ambitie hebben, dit jaar doen we 6 dorpen en steden mee. We hopen over 2 jaar 14 dorpen en steden mee dat ze mee gaan doen. En dan hebben we eigenlijk een Brabants breed cultuurinitiatief. En dat weet men dan op die manier te waarderen. Okay. Ja. Hey, Emiel en Nadie, jullie zijn van het Roys Theater, hè? Uh-huh. En wat brengt jullie nou eigenlijk in Bokstel? Want hoe komen jullie er eigenlijk op om hier aan mee te doen? We zijn 2 jaar geleden zijn we al gevraagd. Toen jij kende, geloof ik, iemand. Harry van den Boom, onze oude regisseur kende jij. En toen zijn wij benaderd of we mee wilden doen. En we wilden wel eens kijken hoe dat was. En ja, dat was eigenlijk zo leuk dat we meteen dit jaar zeiden van, graag als we weer mee mogen doen, dan zijn we er weer graag bij. Oh, leuk. Maar wat gaan jullie precies doen? Nadie, misschien kan jij dat vertellen. We hebben een heel groot drijvend vlot en daarbij gaan we eigenlijk dingen verkopen. Verkopen? Ja, we zijn de Circle of Life. Dus we zijn een heel groot kringloopwinkeltje. En wij gaan van allerhande prachtige dingen verkopen. En hoe komen jullie aan al die spullen dan? Dat is het gaat dus over de geschiedenis van het Dommel. En alle spullen die wij verkopen, die komen ook uit de Dommel. Ik heb er een paar meegenomen, dat je alvast een voorbeeld hebt van wat je bij ons kan kopen. Maar die heb jij niet zelf uit de Dommel gehaald, neem ik aan. Ja, jawel. Die hebben we zelf uit de... en die gaan onze kringloopmensen gaan die verkopen komende zondag. Ik zal je even wat tonen. Misschien even tussendoor, het waterschap Drecht nog. En wat dan boven het water komt, is echt ongelooflijk. Dus ik denk wel dat je er een winkel van vol kunt zetten. Oké, je hebt daar een dit is de pantoffel van Pantoffelus. Oh, en dat echt? Is een vergeten apostel van Jezus Christus. Oh, maar kleine voetjes. Kleine voetjes. Ja. En die kan deze kan je zondag uiteraard wel voor een behoorlijk bedrag van ons kopen. Dus onthoud dit als iemand geïnteresseerd is. Dankjewel. Oh, leuk. En dan hebben we hier ook nog... dit is gewoon een flyer van ons toneelstuk wat we in oktober spelen. Hoe dat er nou in terecht is gekomen, weet ik ook niet. Nee, en dit is de onderbroek van Frans Eltink. Ik weet niet of jullie die kennen. Die schijnt enorm veel op te brengen. Dus Frans. Wij hadden er nooit van gehoord, maar hier in Bokstel schijnt dat een legende te zijn. Dat is Frans. Is dat jouw onderbroek? En ook die kunnen de mensen komende zondag bij ons kopen. Maar wees er snel bij, want op is op, uiteraard. Oké, Paul, hoe checken jullie eigenlijk de vaartuigen op Dommelwaardig? We hebben dit jaar van de 15 creaties ongeveer 12 creaties op pontons. Dat zijn vierkante blokken die we tot een bepaalde vorm kunnen maken. Ja. En die zijn eigenlijk 100% gegarandeerd. Daar gaat het leger bijvoorbeeld met voertuigen over, dus dat is echt een platform. Prima. En er zijn een aantal boten die dus een roeiboot, een zelfgemaakte boot enzovoorts. Het belangrijkste is eigenlijk om deze vaartuigen zo'n veel snelheid te geven dat de tocht echt één tocht wordt en dat er geen grote gaten vallen. Dat was in de vorige editie. Dus we hopen dat dit jaar met nog wat extra roeiers misschien, als dat men zich wil en kan melden nog via info@dommeltheater.nl. Hopen we voldoende stuurman aan boord te hebben bij elke boot om het goed te laten vervoeren. En het programma, hoe ziet er dat een beetje uit zo? Wij beginnen om 12:30 met een concert van de Bokstelse Harmonie. Ja.
Hoe laat? Om half? Om half één. Oh, omdat je net zei dat het om 2 uur begon. Nee, om 12:30 is het voorprogramma, mag ik even. Om 12:30, dat concert is bij de Zwaardse Brug. Er is een groot ponton neergelegd. En daar gaat de harmonie op het water spelen. Er is ook een grote tribune, dus iedereen kan het goed zien en horen. En dat duurt tot 12:45. En dan hebben we 3 kwartier de tijd om het ponton op te ruimen. De mensen staan klaar om 2 uur. Zodat alle boten keurig op volg worden liggen. En we gaan, daarna meteen. Hey, en hoe krijgen jullie je voertuig nog naar Boksel toe? Jullie vaartuig? Nou ja, we hebben verschillende. We hebben alle kringloopwinkels in de omgeving hebben wij leeg gekocht. Dus in verschillende auto's wordt dat dan hier naartoe vervoerd. En dat moet dan zondag 1 creatie zijn. Oh, ik ben wel reus benieuwd. Hoe is het met de vrijwilligers? Ongelooflijk veel vrijwilligers, maar je komt altijd handen tekort. Ja. Dus nogmaals, als iemand zich nog geroepen voelt om iets leuks te doen die zondag. En de organisatie te ondersteunen, dan is dat prima. Oké. Nou, dan wil ik jullie heel hartelijk bedanken. Voor de aanwezigheid hier. En dan hoop ik dat jullie een hele leuke dag gaan beleven zondag. En dat je heel veel spulletjes gaat verkopen, hè? Ja, dat hopen wij ook. En misschien één leuk dingetje. Aanstaande zaterdag, dan begint iedereen op te bouwen. Het is echt leuk om eens in het park van Kasteel Stapelen binnen te lopen. Om dat eens te bekijken hoe dat in zijn werk gaat. Oké, nou we zullen... De opbouw, ja. We zullen naar de opbouw komen kijken. Hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid. En veel plezier zondag vooral. Ja, dankjewel. Dankjewel. We gaan heel eventjes naar Stef van den Heuvel. Daar ga ik even naartoe lopen, want die gaat zo meteen voor ons zingen en gitaar spelen. Dus ik loop er even naartoe. Hallo Stef. Hallo. Hi. Jij komt uit Veghel. Ik kom uit Veghel. Ja, ja, leuk. Hoe oud ben jij? Ik ben 16 jaar. Stef van den Heuvel, hè? Yes. Hey, ja. En Stef, hoe kom jij zo verzeild in Boksel? Ja, dat is een interessant proces geweest. Ik ben begonnen bij Boxrock. Dat is een festival hier in de omgeving met eigenlijk voornamelijk mensen uit Boxtel. En iemand heeft mij daarheen geleid. Ja. En daar ben ik dus gaan spelen. En zo is het balletje in Boxtel gaan rollen. En ben ik bij Limousine geweest in Liemte. Dus dat is ook hier in de omgeving. Ja dat hoort bij Boxtel, hè? Absoluut. Ja, en de presentator van Liemte, die heeft mij hierheen getipt. Dus het is interessant geweest, okay. Maar hartstikke leuk. En hoe ben je eigenlijk zo begonnen met zingen? Ja, ik zing al zo lang als ik het me kan herinneren. Ik heb in groep 1 bijvoorbeeld, bij de jaarafsluiting, zong ik een liedje in de sporthal. Iedereen deed een liedje zingen en ik deed ook een liedje zingen. En ouders die daar zaten te kijken, die zeiden, oh nou, dat klinkt best leuk, weet je wel. En zo ben ik eigenlijk doorgegaan en nou doe ik het wel. En schrijf je ook eigen liedjes? Ja, die ga ik nou in spelen. Oh, wat leuk! Ja. Hoe heet het? Dit nummer heet Moved On. Moved On, nou wij gaan luisteren. Dankjewel. Stef van den Heuvel. I'd already known you for a little while. When we first kissed, I pictured you walking down the aisle. That very moment started off something great and new. Losing you, my biggest nightmare come true. And I don't remember falling in love with you. I just remember holding you close till I realized how much it would hurt me if I had to let you go. Gave all of myself to make you feel a bit less upset. All of those months were the reason for the mess in my head. But I loved you so much, I didn't really care for myself. My affection took a lot of my mental health.
remember falling in love with you. I just remember holding you close till I realized how much it would hurt me if I had to let you go. I would not be able to move on. You were my light and now you've gone with the sun. My days have been darker, my nights have been longer without you. He moved on with someone new. And you moved on with someone new. I don't remember falling in love with you. I just remember holding you close till I realized how much it would hurt me if I had to let you go. I don't remember falling in love with you. I just remember holding you close. You don't realize how much you have hurt me. And I don't want to let you know that I didn't want to let you go. I didn't want to let you go. I didn't want to let you go. Prachtig, prachtig, Stef. Zometeen horen we meer over van Stef. Ieder schooljaar werken maar liefst 12 basisscholen samen aan een lokaal kunstmenu. Dit jaar staat het menu in het teken van foto, film, video en mediakunst. We hebben uitgenodigd in de studio hier Guylaine de Brouwer, directeur van Stichting Brede Scholen in Boksel. En Gerry Rocher van Cultuurbox. Welkom, dames. Dankjewel. Kunnen jullie in het kort uitleggen wat jullie samenwerkingsverband inhoudt? Zal ik dat doen? Stichting Brede Scholen is een stichting in Boksel die de belangen voor de ontwikkeling van kinderen met name behartigt. En scholen ondersteunt daarbij. En Cultuurbox is een onderdeel van de BSB, zoals wij het in het kort zeggen. Hè? Brede Scholen Boksel. Daarnaast is ook sport bijvoorbeeld een onderdeel, maar cultuur is een belangrijk onderdeel. Dus Cultuurbox hoort bij de brede scholen. Oké, en het is een stichting, hè? Het is een stichting. Vorm. Ja. En wat is het doel van de stichting? Het doel is een optimale ontwikkeling realiseren voor alle kinderen in Boksel. Oké, op cultuurgebied? Op sportgebied, op taalontwikkelinggebied, op natuur- en milieueducatie en op... Sinds kort hebben we nog een lijn daarbij ontwikkeld. En het is wetenschap en technologie. Okay. Dus het is heel breed. Maar is die al ontwikkeld? Ja, die is al ontwikkeld. Oh, dat is mooi. Ja. Oké, 20 november, hè, dan is dus die kick-off van de fotofilm, video en mediakunst. Er staat dit jaar in het teken van de kinderrechten. Het is 20 november ook 30 jaar. Het is de dag van de kinderrechten. Ja, hè? Ja. 30ste jaar. Hè? Mm-hmm. Ja, kun je daar iets over vertellen? Hoe dat allemaal tot stand is gekomen en... Wat jullie daar aan hebben meegedaan. Gerry weet het meeste van de inhoud, maar misschien is het wel goed om te noemen dat de wethouder, Maurice Galestrade van Onderwijs en van Cultuur, al jaren het belangrijk vindt dat er iets gebeurt rondom die kinderrechten. Nou, er zijn best wel kleine initiatieven geweest op dat gebied, maar nu hebben we het echt heel groot aangepakt. En ja, daar weet Gerry echt alles van. Nou, vertel eens, Gerry. Nou, dan zal ik slos branden. De 12 scholen in Boksel hebben een gezamenlijk lokaal kunstmenu, zoals jij al introduceerde. Betekent dat ze ieder jaar een discipline centraal stellen. Dat was dus dit jaar fotofilm, video en mediakunst. En toevallig kende ik nog vanuit een aantal jaren geleden een aanbieder die werkte met film maken in de klas. Die had ik gebeld of die ook iets wilde betekenen in het hele traject. En toen zei hij, goh, ik ben betrokken bij het kinderrechten filmfestival landelijk. Misschien kunnen we iets betekenen binnen Boksel. Nou, van het een kwam het ander. We begonnen te dromen. En uiteindelijk hebben we met elkaar besloten, en ook met de scholen, alle directeuren en alle interne cultuurcoördinatoren, dat we aan de slag zouden gaan met fotofilm video in combinatie met het kinderrechten filmfestival. En dat betekent dat alle scholen een film gaan maken rondom een kinderrecht. Samen met Hollywood in de Klas, dat is de filmmaker. Ja. Ook de onderbouw?
Nee, alle groepen 7, 8. Okay. Dat is specifiek voor hun, dat is de doelgroep. En uiteindelijk gaan we op 6 april 2020, komt er een groot gala, een grote kinderrechten filmfestival specifiek voor Bokstelse scholen. Ja. En dat gaan we doen in het theater aan de Parade in een Bos. Mm-hmm. Dan wordt daar uiteindelijk van de 12 films die gemaakt zijn, wordt 1 film door een volwassen jury en een kinderjury gekozen als mooiste film of beste film qua inhoud, qua acteerwerk enzovoort. En die film die gaat dan uiteindelijk ook meedingen aan in de landelijke finale in Amsterdam. Oh, te gek. Ja, dus dat wordt echt wel een feestje, denk ik, voor iedereen. En wie bedenkt nou dat lokale kunstmenu? Dat doen we in samenwerking met alle scholen. Okay. We hebben 5 keren per jaar hebben we met de scholen vergaderingen. En daarin overleggen we met elkaar hoe we invulling geven aan het lokale kunstmenu. Zij beslissen in gezamenlijkheid welke discipline centraal komt staan. En zij geven ook aan de specifieke vragen die iedere school heeft om dan die discipline ook centraal te zetten op iedere afzonderlijke school, maar ook in gezamenlijkheid. Ja, oké. Okay, want het is wel belangrijk dat er meer gedaan wordt dan aan kunst en cultuur op zo'n school. En, want hoe is dat eigenlijk dan tot stand gekomen? Wie heeft bedacht van nou, dat gaan we eens doen? Nou, in 2013 is er een regeling gekomen, cultuureducatie met kwaliteit, een landelijke regeling. Die stimuleerde juist om scholen meer te gaan doen op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Om dat zeg maar te verankeren in het onderwijs, om het op een hoger plan te tillen. En daar waren specifieke gelden voor beschikbaar. Was een matchingsregeling of is een matchingsregeling. Dus landelijk wordt er een gedeelte van het geld gematcht met gemeentelijke gelden. En dan kunnen scholen inschrijven en worden dan een zogenaamde cultuurloperschool, zo heet dat dan. En dan gaan zij samen met ons, met Cultuurbox, kijken van god, hoe kunnen we nu zo een programma samenstellen binnen onze school, dat we cultuuronderwijs op een hoger plan kunnen tillen. Ja, dus eigenlijk van buitenaf, hè? Want de leraren op zich, die geven wel les, maar niet daar specifiek in. Wordt van buitenaf worden mensen aangetrokken. Ja, dat kan onder andere, maar ook dat kan een school bijvoorbeeld ervoor kiezen dat leerkrachten een coaching in de klas kunnen volgen onder begeleiding van een professional. Die dan in die klas de leerkracht meeneemt om bijvoorbeeld het muziekonderwijs op een hoger plan te tillen. Of misschien dans of net wat dan. Dat hangt helemaal af van de. Maar een stukje professionalisering vraag is wel degelijk onderdeel van de regeling. Hè? Want je kunt natuurlijk allerlei mensen invliegen. Maar wil je het echt borgen, dan is het ook goed dat ook leerkrachten zelf natuurlijk geschoold worden. Ja. Dus en dat kan allemaal via die regeling. Zo, Ja, en het is nu zo dat dit is een duur jaar, zeg maar. Hè? Want je snapt, fotofilm, video, nieuw media, dat kost natuurlijk heel veel geld. Ja. Wij zijn best zuinig geweest als stichting de afgelopen jaren. Dus we investeren nu ook wat extra, omdat we het A, belangrijk vinden dat iedere school meedoet. En ook dat ieder op zijn niveau kan meedoen hierin. Hè? Want dat is natuurlijk ook heel wezenlijk. Dus ook vanuit de BSB investeren we gewoon wat extra geld dit jaar. Ja, ja. Dus, want net had je het over de groepen 7 en 8, maar hoe zit het dan met de andere groepen, de onderbouw, de middenbouw? Ja, er is een programma voor alle groepen, maar dit gaat specifiek over het kinderrechtenfestival, hè? Ja, klopt. Ja, we hebben eigenlijk we hebben alle vragen opgehaald bij de scholen. Wat is de behoefte van jullie? Hoe willen jullie fotofilm in gaan zetten? En naar aanleiding van al dat ophalen van die vragen hebben we een keuzegids samengesteld met allemaal mogelijkheden. Vooral gekeken ook naar lokale partijen die iets zouden kunnen betekenen op de school in de vorm van workshops of bezoeken brengen aan. Ja. Nou, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Omroep Dommeland. Ja, Omroep Dommeland. Ja, ik bedoel, daar gaan workshops geven. Daar gaan echt heel veel kinderen hier komen en jullie gaan ook workshops verzorgen. Ja. Nou, zo zijn er tig lokale aanbieders, maar ook aanbieders van buitenaf en die gaan allemaal een rol spelen. Op de scholen die specifieke vragen gesteld hebben. Oké, nou lees ik heb bijvoorbeeld dat er in de gemeente Boksel 12 scholen deelnemen aan, dus CMK, daar hebben we net al over gehad, regeling. En dat Cultuurbox de cultuurloper als leidraad gebruikt in dit traject. Ja, een hele mond vol. een instrument dat werd ontwikkeld door Kunstlok. Ja. Dan denk ik, cultuurloper, CMK, dat heb je al uitgelegd. Maar Kunstlok klinkt allemaal heel erg cultureel. Maar is het ook. Ja. Nou, hoe kan een gewone mens nou begrijpen wat dat allemaal inhoudt? Nee, Kunstlok is de provinciale instelling en die hebben een digitaal instrument uitgevonden wat wij kunnen gebruiken als middel om bepaalde stappen te zetten om juist dat cultuur beleid en die culturele visie op een hoger plan te tillen en daarna ook te gaan handelen.
Dus het is slechts gewoon een stappenplan. Ja, cultuur is natuurlijk hartstikke belangrijk. Ja. Hè? En hartstikke mooi dat dat ook door jullie eigenlijk mede georganiseerd wordt om dat naar een hoger plan te tillen. Dat die kinderen daardoor meer vooruitzicht krijgen. Nou ja, 6 april staat dus iets te gebeuren in het theater. Mm-hmm. Daar hopen wij ook dat we erbij zijn. Wij gaan ook als omroep filmpjes maken. Hè? Kun je daar nog iets over vertellen? Ja, dat wordt wel heel leuk. Een viertal items gaan er door het jaar heen gemaakt worden. 4-5. Moeten we nog even met elkaar goed kort sluiten. Waarin iedere keer een beeld geschetst wordt van hoe het jaar eruit ziet. Wat er op de scholen gebeurt. Wat er met de kinderen gebeurt. Hoe ze het ervaren. Met welke workshops ze aan de gang gaan. We hebben in ieder geval een eerste item ook rondom de aftrap op 20 november. Uiteindelijk hopen we dat jullie zeker ook betrokken zijn bij 6 april als de Boksels finale plaatsvindt. Maar we gaan vooral dat beeld heel helder schetsen in die 4 items. En die komen ook op onze website van Cultuurbox te staan. Ja. Daar hebben we een blog, dat kun je eigenlijk volgen. En dus daar wordt mensen iedere moeten keer gewoon alles Volg vooral Cultuurbox en de BSB en Omroep Dommeland in dit project. Wij werken lekker samen. Zo is het wel goed. Ik wens jullie heel veel succes met het project. En heel hartelijk dank dat jullie aanwezig zijn geweest. Heel graag gedaan. Dank je wel. Ja, prima. Nou, Stef gaat nog een liedje zingen. Yes. Wat ga je zingen, Stef? Een oude gouden. Oude gouden. Van Don McLean, Vincent. Nou, laat maar eens horen. Ik ben benieuwd. Gaat hij dan? Ja. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills sketch the trees and daffodils. Catch the breeze and winter chills in colors on the snow wheel in a land. And now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free, they would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue, colors changing you. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. And now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free, they would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. For they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, nameless heads on frameless walls,
with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged man in ragged clothes, the silver thorn of bloody rose, like crushed and broken on the virgin snow. And now I think I know what you try to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free, do not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Dankjewel. Wat heb je dat mooi gezongen, Stef. Dankjewel, enorm bedankt. Echt, heel gevoelig. Nou, ik wens jou heel veel succes en hartelijk bedankt dat je hier was. Dankjewel, nog een hele fijne uitzending. Dankjewel. Op 22 september is het druk in Boksel, want we hadden dus het Dommeltheater. Maar we hebben ook de open dag van de brandweer in Boksel. En ik heb hier op de bank, even kijken, de postcommandant Jan Hein Ophey. Ja. Ja, die zit aan deze kant. En we hebben een vrijwilliger bij de brandweer. En dat is Rick Groenewegen. Klopt dat? Helemaal. Helemaal. Moet ik zo doen? Of? Nee, dat doen we niet aan. Jullie hebben je pak aan en allemaal strepen erop. Dus, Ja, dat klopt. Dat hebben we aan. Dat doen wij als we voor zoiets moois worden uitgenodigd als deze tv-uitzending. Maar de brandweer is vooral een club van hardwerkende vrijwilligers. Dus het rangen en standenstelsel is voor ons niet zo heel erg belangrijk. Dus Rick is een goede collega van me. Ik ben toevallig de postcommandant. Maar Rick is een hele goede brandweervrijwilliger. En wij zijn bij de brandweer daarin allemaal gewoon gelijk. Dus we hebben het aan. Het hoort zo. Maar daar is ook alles mee. Nou, het staat in ieder geval prachtig. Dankjewel. Oké, wat kunnen we allemaal verwachten zondag tijdens de open dag? Zal ik aftrappen, Rick? Het is gebruikelijk bij de brandweer dat je één keer in de zoveel tijd een open dag organiseert. Veel mensen zijn geïnteresseerd in het brandweerwerk, hebben misschien zelf ook al ooit de droom gehad. Of jonge kinderen die de droom hebben om ooit bij de brandweer te gaan werken. En wij vinden het belangrijk om onszelf te laten zien aan de maatschappij. De mensen die uiteindelijk ook via de belastingen gewoon betalen voor een stukje brandweerzorg. En zondag gaan wij eigenlijk laten zien waar wij als brandweer voor staan. Dat zijn onze voertuigen, dat zijn onze mensen. En dat is ons werk. En ons werk is een stukje hulp verlenen. En dat gaan we laten zien in een aantal demo's. En we hebben de afgelopen 2 jaar 2 splinternieuwe brandweerauto's mogen verwelkomen in Boksel. En die gaan wij zondag spectaculair organiseren. En dat is onder andere een van de thema's waar Rick zich heel erg mee bezig heeft gehouden de afgelopen maanden. Oh, te gek. 2 nieuwe auto's. Dat is wel jongensdroom, of niet? 2 van die splinternieuwe glanzende. Goed, ook gewoon gereedschap hoor. Alleen het is leuk als het nieuw is, ja. Maar het doel nu is het te laten zien aan het publiek. En dat proberen we zo spectaculair mogelijk te doen. Hoe hebben jullie auto's trouwens weer gekregen? Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe moet ik dat, waar moet ik dan aan denken? Ja, de brandweer Brabant Noord is georganiseerd in de veiligheidsregio. Zijn we onderdeel van de veiligheidsregio. En de gemeente Boksel zit ook in de veiligheidsregio Brabant Noord. Dat zijn even uit mijn hoofd 19 gemeentes die daarin zitten. En die hebben gezamenlijk een stuk veiligheid daar belegd. En die veiligheidsregio die investeert, in dit geval de brandweer Brabant Noord, in de posten. Aan een brandweervoertuig zit een bepaalde leeftijd, een bepaald aantal jaren dat die meegaat. Ja, dat is om en bij de 20 jaar. Dus eens in de 20 jaar krijgen wij nieuwe voertuigen. Dus het krijgen van een nieuw voertuig is wel iets spectaculair. Is wel uniek. En daarmee ga je van een stukje nog steeds goede techniek, maar ga je naar de nieuwste techniek. Ja. En dat is denk ik voor heel veel brandweermensen wel een mooi moment om dat te En belangrijk ervaren. Ook voor het blussen natuurlijk, hè, van branden. Want als je met zo'n oud beestje rijdt, dan zitten natuurlijk weer andere dingen op. Sturen blijft sturen. Maar er zit van alles in die brandweer, neem ik aan. Hè? Water en... Of moet het is, allemaal het is in dit geval emmertjes? Bijvoorbeeld wel zo dat er een groot verschil is. Dat het eerst echt ouderwetse kranen en hendels waren. Mooi. En nu is gewoon een scherm met wat drukknoppen. Dat alles bedoel ik. Automatisch geregeld. Dus het is gewoon helemaal de techniek is gewoon... Dus dat is nu wel een grote omschakeling. Ja. Hadden jullie nou als kind al zo dat jullie... brandweerman wilde worden? Nee, absoluut niet. Nee?
Nee. Wat wilde je dan worden? Heel vroeger, als vierjarig jongetje, vrachtwagenchauffeur. Oh, ja. Ja, dat is een deels gelukt. Maar, ja. Nou ja, trouwens, ja, in meerdere opzichten. Maar nee, brandweerman is echt nooit bij mij opgekomen, nee. En voor jou, Jan-Hein? Nee, voor mij eigenlijk hetzelfde verhaal als Rick. Voor mij was het ook niet iets waarvan ik als kind, misschien heb ik wel met brandweerauto's gespeeld, maar niet iets dat ik zei, dat wil ik per se worden. Maar iets van de laatste jaren, of hoe ben je erin gerold? Ja, dat is een mooi thema. Je rolt erin. Er komen momenten voorbij in je leven dat er ook kansen zich voordoen. En dan komen er ook kansen voorbij aan het vrijwilligerswerk. Je ziet in de maatschappij heel veel functies die je dan kunt bekleden. En dan zijn er ook mensen die op een gegeven moment worden aangestoken door het brandweervirus. En zeggen van nou, dat vind ik waardevol om daar mijn vrije tijd aan te spenderen. En dat zijn de mensen die dan bij ons op de kazerne komen aankloppen en zeggen, nou, ik wil eigenlijk wel brandweervrijwilliger worden. En wat houdt dat dan in? Want dat is denk ik iets waar mensen zich niet altijd bewust van zijn wat brandweervrijwilliger inhoudt. Nee, want het wordt vaak ook verheerlijkt, hè? Het vak brandweerman. Maar wat in werkelijkheid is toch een keiharde wereld, brandweerman? Het ligt eraan hoe je keihard... Wat je daar heb precies ik het mee voornamelijk bedoelt. Over de branden, zeg maar. Ja, nou kijk, wat het is, wij gaan, nou, even heel simpel gezegd, wij gaan naar binnen als de meeste mensen een huis of een fabriek verlaten. En dat doen wij omdat we goed getraind zijn. Dus dat is iets wat wij van onze mensen die bij de brandweer komen. Het is niet vrijwilligerswerk en kijk maar wat je daarvan maakt. Nee, mensen gaan bij ons 2 jaar een opleiding in. Mm. Als ze de avondopleiding volgen, dus dat wil zeggen 1 avond in de week naar school. Ondertussen op de post ook leren wat het op de post inhoudt. En daarna verwacht ik als postcommandant dat je beschikbaar bent voor de brandweer op het moment dat iemand anders hulp nodig heeft. Want dat is het onvoorspelbare en ook het mooie van ons werk. Wij weten nooit wanneer we nodig zijn. 1 avond in de week heb ik de mannen en vrouwen op de post. Dan komen ze oefenen. Dat is iedere donderdagavond. Dan zorgen we dat we vakbekwaam blijven. Dus dat we de nieuwste technieken met elkaar leren, dat we als team goed samenwerken. En dat we er klaar voor zijn voor iedere calamiteit die eigenlijk voor onze voeten komt. En dat is ook de kracht van de Nederlandse brandweer. Mm-hmm. We zijn daarin een organisatie die met een druk op de knop ontzettend veel mensen 24 uur per dag op de been kan brengen. En daar zijn we ook uniek in, de snelheid waarmee we dat kunnen. Ja. En ik zeg altijd maar zo, ik hoop dat burgers ons niet nodig hebben. En als ze ons nodig hebben, dan moeten we er ook gewoon staan. Ja, het is prachtig dat jullie er zijn. Hebben jullie ooit eens een traumatische ervaring meegemaakt? Ik hoop van niet. Maar... Nou ja, ook daar is het natuurlijk verschillend voor iedereen. We maken dingen mee waar bijvoorbeeld bepaalde mensen zeggen van nou, ga jij maar. Bijvoorbeeld iets met het spoor of iets dergelijks. Ja, tuurlijk, dan moet je er ook naartoe, hè? Of een zware ongeval op de weg bijvoorbeeld. Ja, je hebt mensen die zijn daar wat gevoeliger voor dan branden bijvoorbeeld. En dat is ook heel normaal. Het zijn natuurlijk ook allemaal mensen met hun eigen sterktes en zwakheden. Maar ook daar probeer je elkaar natuurlijk een beetje op te vangen. Persoonlijk ben ik niet zo'n ster op hoge ladders. Dan zou je zeggen, dat is vervelend voor de brandweer. Maar nou hoeven wij toevallig niet zo vaak op hoge ladders te staan. Mocht dat gebeuren, dan kan ik een collega op de schouder tikken. Van joh, als ik dat nou doe, klim jij dan even naar boven. Zo is iedereen zijn eigen kracht. Oh, dat is wel mooi dat jullie zo op die manier samenwerken natuurlijk. Datzelfde geldt ook voor traumatische ervaringen. Je kunt tegen sommige zaken beter dan andere. Ik heb gelukkig nog niks meegemaakt waar ik echt wakker van lag. Ik wil niet zeggen dat het niet ernstig was, maar ik kan makkelijk van me afzetten. En ik denk dat dat wel een handige eigenschap is voor een aantal zaken. Maar dat wil niet zeggen dat je ongevoelig bent. Nee, want we denken vaak dat de brandweer alleen maar naar branden toe gaat. Maar dat is eigenlijk niet. Jullie gaan ook naar ongelukken en naar, wat je net al zei, de spoorweg, zeg maar. Als daar ongelukken gebeuren, dan worden jullie ook opgeroepen, hè? Ja. Ja, Het is heel dynamisch. De maatschappij ontwikkelt zich en daarmee ook de klussen die wij voor onze voeten krijgen. Dat doen we natuurlijk met een aantal ketenpartners. Hè. Vaak met politie en met ambulance samen. Als het om de spoor gaat, ook voor het met ProRail die daar een enorme afdeling incidentbestrijding heeft. En we kijken altijd wel. Ik vind dat ik als postcommandant moet kijken naar de belasting en belastbaarheid van mijn vrijwilligers. Dat is jouw taak. En ook dat wordt kijken van wat past er nou echt bij die brandweer. Want je wordt ook vrij snel een vergaarbak van ja, als we het niet meer weten, dan bel de brandweer maar. En die gaan het wel oplossen. Dat doen we ook wel. Alleen soms staan dingen wel wat verder van ons af en is het niet primair onze taak. Dan wordt het soms
dus, overal voor. Ja, dus wat Rick zegt, het bewaken van wat mensen aankunnen en hoe vol de rugzak kan zitten. Ja, dat is ook wel iets wat wij als organisatie, ja, als brandweerorganisatie doen. Preventie is ook heel belangrijk. Hè? Wat kan mensen nou doen preventief, zeg maar, behalve een rookmelder plaatsen? Ja, dat, je zegt behalve rookmelder plaatsen, maar ik zou niet iedereen op Facebook willen uitnodigen die geen rookmelder heeft hangen in huis. En ik denk wel dat dat, ik zie jezelf al een beetje kijken, want is het bij ons goed geregeld? Batterij leeg. Het zijn wel dingen om te checken. Heel simpel, als je slaapt en het brand ontstaat en die rook, je wordt niet wakker van die brand. En dan heb je iets nodig wat jou op tijd een signaal geeft dat er iets aan de hand is in je huis. Dus een rookmelder is daarin belangrijk, maar ook CO, hè, CO-vergiftingen. Ja, dat is echt wel belangrijk. Is daarin ook belangrijk dat je daar binnen je huis kijkt, heb ik mogelijkheden om mezelf te beveiligen. En wat denk ik heel belangrijk is, doe verstandige dingen in en rond het huis. En ieder gezinssamenstelling is anders, maar ga in huis geen dingen doen waarbij je bijvoorbeeld verbranding hebt van producten. Nee, want verbranding, dat gaat altijd gepaard met stoffen die vrijkomen die schadelijk voor ons zijn. Doe dat soort dingen buiten of in een goed geventileerde ruimte. Het zijn soms ook de hele praktische tips om in huis dingen te verkopen. Want uiteindelijk is dat een hele belangrijke afdeling binnen de brandweerpreventie. En proberen we ook met allerlei maatschappelijke projecten mensen bewust te maken wat je zelf kunt doen. Want je kunt ons beter niet voor de deur van je huis hebben dan wel. Nee, dat is ook. Maar even een laatste vraag nog. Afgelopen week zat er nog iemand vast op het toilet, hè? Nou zijn jullie daar ook naartoe gemoeten. Jullie hebben die man of vrouw bevrijd. Hoe ging dat? Hebben jullie daar... Hoe zit op het toilet zit je en dan heb je dan toevallig je telefoon bij de hand? Daar waren wij allebei niet bij. Oh, daar waren niet bij. Werk en weg. Oké, maar die is een boksel. Ik kan er wel iets over vertellen. Ja? Dit geval betrof het een oudere man die uiteindelijk met een val terecht is gekomen tussen het toilet en de muur. En daar niet weg kan. Oh, en dan krijg je een moment dat er alarm wordt geslagen. Soms gebeurt dat doordat mensen in een woonzorgcomplex werken of een voorziening hebben op het toilet om te kunnen alarmeren. En soms liggen mensen ook in zo'n situatie gewoon heel lang in een positie waar ze zichzelf niet uit kunnen bevrijden. En dan is dat, als je het in de krant leest, denk je misschien in eerste instantie komt er even een stukje een grinneke op. Ja. Maar vervolgens denk je wel, ja, potverdorie, iemand ligt daar. En ook dan zijn wij er om te zorgen dat iemand weer veilig tussen die situatie uitkomt. En ik denk als je zelf mobiel bent en vitaal enzovoort, en je denkt hoe kan het gebeuren en je komt er altijd wel weg. Ja. Maar er zijn ook mensen die in zo'n situatie onze hulp even nodig hebben. Nou, het is hartstikke mooi dat jullie er zijn. En ook dat jullie hier zijn geweest vandaag. Dus hartelijke dank daarvoor. En ik hoop dat er massaal op de open dag wordt bekeken wat er allemaal kan. En hoe dat met preventie zit. Dus een hele goede dag gewenst zondag. En mooi dat jullie alle belangrijke taken voor ons beschermen, voor branden. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Nou, graag gedaan. Tot zondag. Ja, tot zondag. Dit was het weer bijna. Gewoon voor mij de eerste keer dat ik Dommeland Live presenteerde. Ik vond het zelf een heel leuke uitzending. Leuke gasten. Ik hoop dat jullie thuis ook genoten hebben. Over 2 weken is Geert er weer. Ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.